Oké, even een kleine update. Goedemorgen. Ja, ik heb Amina ook. Het is donderdag. We zijn naar school aan het lopen. Meiden zijn vrolijk aan het kabbelen. En ik loop altijd met de fiets naar school met die meiden. Want ik kan ze niet allebei op de fiets. En hoe heet het? Als ik bijvoorbeeld Mila op de fiets heb en Sarah achterop, dan zit Mila met de fiets na school. Dus dat werkt niet. Maar ik wil hem wel mee, want ik kan dan wel naar huis fietsen. Maar niet aanzetten. Dat is niet zo handig. Ja, en dan valt de fiets om. Dus als ik ze heb afgezet, kan ik dan wel doorfietsen. En dat scheelt me wel heel veel tijd. Het is trouwens echt wel lekker mooi weer. Heel hallo, lijfrijkers! Hallo, even een handje in beeld. Nou, we gaan even verder lopen. En ja, weet eigenlijk niet. Daar gaan we weer. Ik ben de verzekering aan het bellen voor onze inbraak. Dat is bijna 3 maanden geleden en ik heb 2 weken geleden gebeld. En toen was er nog niks bekend. Toen zei ze ook al van, nou, inderdaad, het duurt wel heel lang. Het hoort niet zo lang te duren. We gaan de spoed opzetten. Nou, 2 weken verder, ik heb weer niks gehoord. Al onze medewerkers. Nou, we hebben dus, behalve dat er een paar dingen gerepareerd zijn, letterlijk nog geen schadevergoeding, niks gehad. Terwijl alle papierwerk is netjes ingevuld, de schade-expert is geweest, noem het maar op. De aangifte is natuurlijk netjes ingeleverd. In ieder geval, dat heeft hij gelijk gefotografeerd. Ik bedoel, alles is geregeld van mijn kant. Dus ik kan verder niks doen behalve bellen en vragen, hoe zit het nu? En ik ben het best wel een beetje zat nu, dat 3 maanden. Dan ben ik normaal wel tevreden, maar ik vind dit echt te lang duren nu. En ik weet niet of ik dat eerder verteld heb, maar bijvoorbeeld dan, we hadden deuken in onze trap, de zoldertrap, en die zijn wel opgevuld, maar die trap is grijs. Dat is grijs geverfd. En dan kan je kiezen tussen witte of crèmeverf. Ja, die trap is grijs. Wat wil je dan? 1 tree wit of crèmeverven? Dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar dat komt dan wel voor eigen kosten. En dat vind ik natuurlijk sowieso al een beetje raar, dat soort dingen. Maar ja, we zijn 3 maanden verder en dat moet allemaal al uit eigen zak komen. En dan hoor je ook nog eens niks. Terwijl ik denk, ja, daar verzeker ik me niet voor. Ik wil gewoon dat het geregeld is. Ik wil verder kunnen. We hebben nog wel wat meer dingetjes, zoals de trap. En ik heb eigenlijk geen zin om dat allemaal zelf voor te gaan schieten. Plus dat het ook nog eens enorm veel werk is. En dat gaat dus ook nog eens van je eigen tijd af en willen overbouwen. Nou, ik heb nog steeds een lelijke plek nu op mijn trap, die wel opgevuld is. Maar ja, daar zie je dat vloeibaar hout in. En dat was het. Dus ik ga zo echt even overleggen. Maar ik zit nu al, kijken, 20 minuten in de wacht. Top. Ik heb trouwens net een trui van Marco aangetrokken, want ik had het koud. En die kunnen over wat ik aan heb aan. Even mijn haar losschudden, want het is nat. En ik ben zo lang bezig geweest met een wacht. En daarna had ik de verzekering aan de lijn. Daar was wel een bericht van de schade-expert in het systeem gezet. Dat hij contact met mij op zou nemen. Dat was van 6 dagen geleden. Daar heb ik nog niks over gehoord. Dus ja, dat gaat lekker snel. Toen heb ik zijn telefoon geprobeerd te bellen. Maar dan kreeg ik voicemail. Toen heb ik het kantoor gebeld. Daar wel een bericht achtergelaten, ook met de gegevens en een terugbelverzoek. En wel afgesproken dat ik hem vervolgens nog een keer zou bellen en een voicemail in zou spreken. Nou, dat was al mijn idee. Ik denk, ik probeer eerst kantoor. Voor hetzelfde geld is die daar en krijg ik hem daar in 1 keer te pakken. Dus dat ook gedaan. En nu afwachten wanneer ik teruggebeld moet worden. Want ik heb dus ook geen idee welke aanvullende informatie nodig is. En ik denk, ja, als de aanvullende informatie nodig is, waarom hoor ik dat pas als ik bel? Of in ieder geval wordt dat pas doorgegeven nadat ik bel. En hoor ik dat pas nadat ik weer bel? Dan echt, het is nu de 16 januari. Dus over 7 dagen, over een week, is het gewoon 3 maanden geleden. En we hebben gewoon nog steeds ellende ervan. En dingen die kapot zijn. En zo ook ons trap, die was natuurlijk in de verkeerde kleur.
En ik had die mevrouw van de verzekering aan de lijn. En die zei, nou, dat mag wel degelijk in de juiste kleur geverfd worden. En je hoeft helemaal niet akkoord te gaan met één tray in een andere kleur. Dus dat mag ik ook gelijk allemaal voorleggen. En de schade aan het bed die toch groter en groter is. Want we hebben gewoon problemen met de latte bodem. Dat zijn losse latten, zeg maar, in een systeem. En sinds die inbraak is dat een en al ellende geworden. Dus ja, dat schiet gewoon allemaal echt niet op. En, maar ja, om alles dan weer neer te leggen, dat vertelde ik volgens mij net ook. Dat is gewoon echt een rip uit je lijf. Want zo zijn er gewoon nog veel meer dingen. En dat is gewoon heel erg veel bij elkaar. Dus ik hoop dat hij heel snel terugbelt en dat ik het gewoon snel kan regelen. En dan is het ook weer even een stukje afsluiting. Want elke keer als je ermee bezig bent, net als nu, dan voel ik toch gewoon weer die woede en verdriet over bepaalde dingen die weg zijn. En ik denk dat dat wel heel je leven blijft. Alleen op dit soort momenten komt het wel heel erg omhoog. En ja, ik voel me dan ook echt net weer intens verdrietig. Want zij had het over wat er allemaal weg was en bepaalde dingen in het dossier. En dan voel je gewoon echt weer van ja, die dingen ga ik gewoon nooit terugkrijgen. En met heel veel dingen, ik ben aan de ene kant heel materialistisch. Ik hou gewoon van mooie spullen. Maar aan de andere kant ben ik er ook weer heel nuchter in. Ja, dingen die je gewoon koopt, daar kan ik helemaal blij mee zijn. Maar aan de andere kant, als ik ze weg moet doen, doe ik ze weg. Maar hier zijn gewoon spullen weg die gewoon onvervangbaar zijn. Waar gewoon zo'n hoge emotionele waarde aan zit. En dat blijft gewoon zo steken. En al weet je dat je het eigenlijk, ja, de kans dat je terugkrijgt, die is minimaal. Niet heel. Maar toch blijf je gewoon ergens hopen. En dat verdriet dat het dan niet zo is, dat voel je dan gewoon helemaal. Dat ik net echt gewoon echt weer, ja, niet aan het huilen was. Maar wel voelde dat mijn ogen toch wel een beetje gingen branden. En een brok in mijn keel. En ja, het doet gewoon pijn. En weet je, ik zou ook willen dat ik zo'n inbreker gewoon aan tafel kan zetten. En het gesprek zou kunnen aangaan. En gewoon kunnen uitleggen wat je met mensen doet door dit soort dingen. Want ik denk niet dat als je zoiets doet, dat je echt snapt en voelt wat je iemand aandoet. Ik zou dat nooit doen, omdat dit verdriet zou ik mijn eigen ergste vijand niet aandoen. En waarom? Maar dat je dat dan gewoon doet voor een paar tientjes en gewoon omdat je te lui bent om te werken. Terwijl eigenlijk ben je alsnog aan het werk. Want je moet ergens heen, je moet het leeg halen. Dat is ook werk, bezigheid. Maar zoek dan een baan en doe iets nuttigs waar je mensen niet mee schaadt. En ja, veel te lang verhaal al. Jullie snappen wat ik bedoel. Ik ga nog heel snel even wat doen. Ik heb nog een half uurtje, dan moet ik de deur uit. Oh, en mijn hoofd zit echt even helemaal vol op dit moment weer ervan. En dat ga ik ook even proberen van mezelf af te schudden. Onderweg naar school. Ik loop mijn breuk te sjouwen, want ik heb allemaal tassen met allemaal spullen. Of voor mijn moeder of voor mijn opa. En spullen die bij mijn opa in de kelder gaan. Wat zij dat de spookkelder noemt. Oh. Maar ik heb op de parkeerplaats waar ik ook altijd parkeer als ik met de auto ga, afgesproken met mijn moeder. Dus daar gooi ik alles in de auto vast. En dan lopen we het plein op om op te halen. En dan gaan we gezellig bij opa weer lunchen. Dat doen we natuurlijk wel vaker. En als het goed is, heb ik aan alles gedacht. Maar ik moest zoveel meenemen dat ik echt heel erg twijfel. Oh, en ik film echt lekker scheef vandaag. Maar goed, het valt allemaal van mijn schouder af. Oh, ik ga het even anders doen. Zo, gelijk de spullen alvast in de kelder gelegd. Ik ga altijd gelijk laten zien dat beneden is. Dan gaan mijn moeder en Sarah vast naar boven. En dan loop ik even in eentje naar de kelder. Ik heb daar gewoon een sleutel van, dus dat is ideaal. Dat heb ik opa ook niet meer voor nodig. Ik had dat vroeger niet, maar ik ben ook een in case of emergency persoon voor opa. Dus toen wilde ik toch sleutel en die werkte ook gelijk op de kelder. Maar ik had het gezien, mijn moeder heeft sleutel. Maar ja, weet je, dan was ik ergens. Ik denk, ja, als ze me dan bellen, dan zou ik eerst naar mijn moeder moeten. Nou, in sommige gevallen ben je dan twee onderweg en dan naar opa weer een uur. Ja, dan ben je 3 uur verder. Nou, lekker handig in geval van nood. Dus daar had ik de sleutel voor. Maar ja, dat is met de kelder nu ook heel handig. Nu nog zelf boven en lunchen. En ik heb echt zo'n honger ook. Knop. Daar zit hij.
Want ik vind dat de Sinterklaas in Nederland twee is. Oké, even een kleine update. Net in de auto werd ik weer gebeld door de verzekering. In ieder geval door de schade-expert. En die zegt mij een mail te hebben gestuurd. Nou, ik heb alle postvakken aangelopen en geen mail te bekennen. Maar goed, er moest over een camera aanvullende informatie. Maar alles wat ik heb, dat heeft hij al. Dus nu gaat hij morgen weer die mail opnieuw sturen. Ik heb hem geappt met mijn e-mailadres en alle gegevens. Dat dat dus niet fout kan gaan. En de dingen die ik besproken had met de verzekering zelf, die worden dan ook meegenomen. Dus ik zal morgen even af moeten wachten. En dan loopt nu in ieder geval wel weer alles. Want ik was het wachten echt zat. Of nee, ik ben het wachten echt zat. Want dat ben ik nog steeds. Maar goed, er zit nu een schot in de zaak. En we gaan het even afwachten. En ondertussen gaan we gewoon vrolijk verder met alles wat we doen. Want de overblijven zeuren heeft geen zin nu. Dus ik ga even snel editen. En Sarah ligt net op bed. Morgen heeft de deur, die komt terug. Zo, ik weet niet precies hoe laat, dus misschien gaan we nog even verder met kaarten. Al weet ik niet meer of ik het leuk vind, want het begon heel goed, maar het geluk is niet aan mijn zijde, zeg maar. Echt, ik ken dat spel zo door en door, maar ja, als je het niet krijgt, dan krijg je het niet. En dan kan je nog zo goed willen spelen, maar als je het niet krijgt, ja, helaas. Maar goed, ik ga wel even snel editen, want ik praat altijd te lang door en dan heb ik het daar niet af en dan kom ik thuis. En dan ga ik het ook niet meer doen. En ik ben helemaal up-to-date, dus dat wil ik blijven. Ik ben natuurlijk bezig heel mijn leven aan alle kanten op orde brengen. Dus dit wil ik heel graag zo houden. En we zijn weer aan het kaarten en zou het geluk vandaag bij mij zijn? Ik hoop het. Er zit één kaart om te sloven, vind ik het. Marco heeft me zo ingehaald. Ik kan het bijna niet hebben. Maar jij begint wel gelijk. Ja, ik ben gelijk logisch. Nee, maar je kan ook gelijk op tafel. Dat kan ik niet altijd. En het ging best wel goed vandaag. Ik ben nog niet helemaal ingelopen, maar mijn achterstand is groot. Maar ik heb wel wat meer geluk gehad vandaag. Dus het was mooi om de dag mee af te sluiten. En ik word trouwens echt gewoon bang voor mezelf. Want echt, tada. 12 uur en ik ga naar bed. Geen 1 uur, half 2. Ik ben echt trots. Dat was een van mijn goede voornemens. Al vind ik goede voornemens eigenlijk stom. Want het moeten voornemens zijn voor het, ja, gewoon wanneer het kan. Maar mijn voornemens begonnen meer na de schoolvakantie. Dus dat was voor mij op 7 januari. Maar so far, so good. Dus echt, ik ben echt wel trots op mezelf. En ik ga dus lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, doe dat dan even. Is gratis, vind ik helemaal leuk. Duimpjes vind ik helemaal top. Reageren kan op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei.